Hey, hier Thijs Verlangen. Weer een nieuwe video. Dit keer weer over box 3, het nieuwe vermogensbelastingssysteem wat eraan zit te komen vanaf 2027. Tenminste, dat is wat ze nu denken. Uh, waar ga ik het over hebben in deze video? Ik ga het hebben over het oude belastingssysteem in box 3. Hè. Wat we eerst hadden, de overbruggingsbox 3 die we in het heden hebben en de nieuwe box 3. En ook de kansen die mogelijk ontstaan met het nieuwe box 3 stelsel. Wat jij kan doen om minder vermogensbelasting te moeten betalen later. Dan sluit ik deze video mee af. Nou, voordat ik verder ga, like deze video, abonneer op mijn kanaal en steun mij daarmee. En dan zou ik zeggen, vanaf nu veel plezier met deze video. Um, Box 3, nou, dit wordt nu de video nummer 3, denk ik, of 2 inmiddels over het nieuwe Box 3 systeem. Er is veel over te doen. Um, en ik wil u goed geïnformeerd houden. En waar ik mee wil beginnen is eigenlijk een klein beetje historie. Want hoe zat het oude Box 3 systeem nou in elkaar? Uh, dat Laten we daar eerst even naar kijken. Dus hoe, hoe was het systeem in 2001? Ja, want toen is eigenlijk box 3 ontworpen. Met inkomstenbelasting. 2001 en hebben we een bepaald systeem gehad tot en met 2022. Ja, dat was het oude systeem. Dat heette ook wel eens de pretbox. Ja, zo wordt het wel eens in de volksmond genoemd. Of de facebox. Je betaalde amper belasting. Um, helaas vanaf 2023, 2024 en 2025 hebben we de overbruggingswet in box 3. Ja, dat is het systeem wat we in het heden kennen. Dan moeten we al een heel stuk meer belasting gaan betalen. Gaan we naar het volgende systeem, het werkelijk reddementsysteem in 2027, als het doorgaat? Komen we zo meteen ook nog op, hè, wanneer het doorgaat? Ja, dan zie je dat je belasting natuurlijk nog verder toeneemt. En ik heb dit eigenlijk even weggezet in een, in een, in een slide en die wil ik even met jullie delen. Kijk even niet naar mijn mooie grafische graphics of zo. Daar, daar ben ik niet zo van. Ik bereid het altijd vrij kort voor en dan doe ik het gewoon uit het hoofdje. Um, je ziet hier een, een slide en dan zie je eigenlijk uh, linksboven, links laten we links beginnen. Um, dan zien we iemand, dus zien we iemand, zien we het oude systeem. Wat we in 2001 hebben gehad, tot en met 2022. Um, en wat deden ze dan? Dan keken ze, oké, okay, hoeveel geld heb jij? En als je weinig geld had zeg maar, op de bank, dan zeiden ze van nou, weet je wat, dan denken wij dat dat veel gespaard is. Zeg maar, en dan heb je heel veel geld, dan zal een groot gedeelte, een gedeelte daarvan ook belegd zijn. En dan gaan ze vanuit dat het rendement dat je daar maakt 1,9% is gemiddeld. En daar wilden ze toen de tijd 31% van hebben. Dat was de vermogensbelastingheffing. Heb je meer geld hè, tussen deze twee bedragen in, dan zeggen ze, weet je wat, wij denken dat jouw spaaraandeel daarin veel kleiner is geworden. Hè, van die naar die is ook logisch. Hè, als je veel geld hebt, ga je niet alles op de zetten. zetten. Een heel groot gedeelte zou belegd zijn, waardoor ook het gemiddelde rendement hoger zou zijn. Ja, Zo'n 4,4 procent. Um, en daar willen ze dan weer 31 procent van hebben. Heb je meer dan uh, nou, een miljoen ongeveer, dan zeggen ze, weet je wat, wij gaan ervan uit dat het allemaal belegd is. En heb je iets meer dan 5 procent die ze daarover verwachten. En ook weer 31 procent van. Nou, de meeste mensen zaten altijd wel een beetje hier, zeg maar. En toen had je eigenlijk dus ook, als je deze 4.4 pakt, en je doet het maal die 31%, en dan kom je eigenlijk uit op 1,2%. En dat is ook wat heel veel mensen in hun gedachten hadden. Dat je ongeveer 1,2% over je vermogen moest afdragen. Dat is natuurlijk niet heel veel. Nou, wat ik heb gedaan, ik heb hieronder het uitgerekend per box. Want dit is de overbruggingswet, kom ik zo meteen op. En dit is de nieuwe box 3 stelsel vanaf 2027. En dan zie je de verschillen heel mooi. Nou, stel, iemand heeft 100.000 euro aandelen gehad in 2022. En hij heeft daar 10.000 euro redement op gemaakt. Hè, dus 10%. Kijk, in dit systeem en ook in dit systeem wordt er gewoon gekeken naar die 100.000 euro op 1 januari. Hè. Eh, die 10% die komt pas eigenlijk het jaar erop bij, die 10.000 euro. Dus dan heb je eigenlijk hetzelfde sommetje, alleen dan over 110.000 euro. Belastingtechnisch onder andere streep zou het niet heel veel uitmaken. Afijn, 100.000 euro. Dan mogen we 50.650 euro afhalen in dat systeem houden we 49.350 over. Nou, ja, verwachting rendementen die daarover is gemaakt... die maal die dan, 849, 897, sorry... daar 31% van is 278 euro. Dus over die ton in aandelen... waar we dus 10.000 rendementen over hebben gemaakt... betalen we 278 euro, oftewel 0,28%. Dat is natuurlijk heel erg weinig... en daarom werd dit ook altijd nogmaals de Facebooks genoemd. Nou... Tegenwoordig is het al wat minder feest, daar gaan we nu heen. Vandaag de dag kennen we het nieuwe systeem. Hier gooiden ze alles op één grote hoop. Dus alle spaartegoeden, banktegoeden bij elkaar, mocht je schulden één op één aftrekken. En dan hield je een bepaald vermogen over dat ergens hier tussen viel. En dan was het dit percentage mal die 31% en dan kwam het er wat uitrollen. Dus dat was best wel lekker. Ja, dan zijn we dat nieuwe systeem gaan zeggen. Ze, weet je wat, we gooien niet alles meer op één grote hoop. We gaan kijken, oké, okay, wat heb je op de banktegoeden staan? En wat zijn je overige bezittingen? Vastgoed, crypto, aandelen. En wat zijn al je schulden hier in box 3? Dus denk aan je duo leningen, leningen van de BV, persoonlijke lening die je hebt gedaan, aflossvrije hypotheek op je eigen woning na 2013, die vallen allemaal hier. En dan zeggen ze, weet je, je banktegoed, 1,03% rendement verwachten we daarover dat je daar maakt, daar willen ze 36% van hebben. Spaardgoeden worden ook minder, worden ook minder, belast ook logisch want rendement is lager. Overig bezittingen, WOZ-waardes van vastgoed, crypto's, aandelen uitstaande leningen, goud, zilver, nou, dan zeggen ze, weet je wat, wij denken dat je daar een fictief rendement van 6,04% over maakt. Normaal, die 36% heffing is dat zo'n 2,17%. Dat is het belangrijkste, hè? want hier vallen ook die tonnen aandeel in. Aandelen. Dan hebben we nog schulden. En schulden, uh, die mogen we dus niet meer één op één hier van boven eraf halen. Nee, ze zeggen, weet je wat, de rente die je erover betaalt, fictieve rente, is 2,47. Ja, dat is vandaag toch natuurlijk nooit meer zo. En Daar willen ze dan 36% van pakken. En dat mag je dan weer afhalen. Dus je doet die, maal die, maal die. En dan komt het getal uit die plus dit getalletje, dus heb je overig bezit, maal die, mal die, komt hier wat uit. En dan heb je schulden, dat is die, maal die, mal die, die komt hieruit en die haal je van die bovenste twee af. En dan moet je dat ongeveer gaan betalen. Veel makkelijker rekenen. Nou, wel is het zo, iedereen mag 57.000 euro eigen vermogen hebben, daar betaal je niks over. Fiscaal partnerschap, twee keer 57.000 euro. Maken we dan het rekensommetje, dan zie je dus 100.000 euro. Dan gaat die 57.000 euro af, hè. we hebben geen fiscaal partner in dit geval. En over die 43.000 euro moet je dan gaan betalen. Uh, nou, het is belegd zijn aandelen, dus het hogere tarief. Maal 32% heffing. Dit is die van vorig jaar nog. Hier zie je die van 2024. Uh, vorig jaar was het 32, maar maakt voor nu niet heel veel uit. Dan zie je dus dat je 849 euro gaat betalen over die aandelen. Bijna een procent, 0,85. Dus is toch keer 3, zeg maar, hè, dit stukje. En dit zien we in de, in de praktijk ook heel vaak bij mijn klanten. Gaan keer 3 in vermogensbelasting. Sommigen gaan echt gewoon meer dan 10 keer omhoog. Zeker als je heel veel schulden hebt die beperkt worden afgetrokken. Want hier. Mocht je die schulden één op één eraf halen en hier niet meer. Nou, dat is zeg maar het, uh, het huidige systeem. En dit hebben we nog 2025 2026. 20, Bij dit systeem, nou, even een klein tipje van de sluier, kan je best wel makkelijk, afhankelijk van hoeveel vermogen je hebt. Altijd wel vermogensbelasting vrij worden. Wat je doet, is gewoon je schulden zo hoog maken dat als je die pakt, plus die min die, want dat mag nog één op één. Als dat lager is onder andere streep dan 57.000 of 114, dan hoef je dus niet naar stap 2 en dan die rendementen erbij te pakken. Bij stap 1 mag je die plus die min die doen. Dat mag nog steeds. Als dat niet, maar niet hoger is dan 57.000 of 114 met fiscaal partner... hoef je dus ook niet die reeksom hier te maken en dan lijkt het al meer op die kant. Ja, dus die schulden moet je heel hoog maken. Dat kan zijn lenen bij de BV. Dat kan zijn je vermogen in het buitenland stoppen met een lening vanuit Nederland. Dat kan zijn uh, eigen woning, omzetten naar aflosvrij na 2013. En dat soort dingen. Er zijn nog veel meer uh, dingen. En dan moet je eigenlijk gewoon doen: uh, je moet er eigenlijk ervoor zorgen: als je die plus die doet, min die, dat dat lager is dan 57.000 of 114. Nogmaals, met fiscaal partner. Dan betaal je dus 0%. Dit is eigenlijk wat wij in de praktijk uh, dagelijks doen. Uh, nou, dan hebben we hier. Het nieuwe systeem. En bij het nieuwe systeem is het heel anders dan bij de twee oudere systemen. Hier kijken ze naar je vermogen. Hier kijken ze ook naar je vermogen. Het boeit je geen reet wat het rendement is. Ook al pak je 10% op je niet 10%, dat maakt ze niet uit. Dus kijk echt naar het vermogen. Bij het nieuwe systeem zeggen ze: weet je wat? Het vermogen, dat boeit me dus weer niet. Wij willen gewoon echt zien wat er daadwerkelijk aan rendement uitkomt. Um, dus we kijken naar het rendement. Nou, het vermogen was 100.000 euro. Ik zei al, 10% is dus 10.000 euro inkomsten. Um, dus die aandelen zijn van 100.000 naar 110.000 euro gegroeid. Die 10.000 euro ja, dat is je werkelijk rendement. Even dividend niet meegenomen. Ik hou het lekker simpel vandaag. Dan mogen we 1.000 euro heffingsvrij, vermogen of heffingsvrij inkomen van af afhalen. Vorig jaar was het 57.000 bij je vermogen. 2022 was het 50.650 bij je vermogen. Nu is dat, dat vervalt. Straks is het dus 1.000 euro over je inkomen. En nou, je 9000 erover, daar willen ze 35% van hebben, of 36 staat hier, ze weten het nog niet, denk ik. Uh, en dan zie je dat het 3150 is. Ja, dan zie je natuurlijk wel dat het echt een gigantisch verschil is. Dit is, wat is het, keer 4 uh, ongeveer. Uh, en ten opzichte van dit is, keer uh, 12. Dus dat zijn nou eenmaal de grote verschillen. Uh, en uh, ik denk dat je wel begrijpt, uh, nu je dit zo ziet, dat je denkt van ja, dat zijn best wel grote verschillen. En... Kijk, ik snap waar ze naartoe willen. Ik snap dat ze naar dat werkelijk rendement willen van 35%, omdat dat eerlijk is. Het is het werkelijk rendement. En kijk, als jij een loon hebt in box 1, en dat is ongeveer 75.000 of lager, dan baar je betaal je even je zo'n 37% belasting over. In box 2, als jij inkomen hebt of winst hebt, betaal je dan 19% over de eerste schijf, keer het uit als dividend sta je 24,5%. Gecombineerd is dat, als je dat uitrekent, 38%. Dat lijkt een beetje op die van box 1, die 37% over je salaris. En bij box 3 willen ze eigenlijk hetzelfde doen. Dan zeggen ze zeggen, over die inkomsten daar willen we 35% hebben. Dus je ziet dat ze eigenlijk die drie boxen gelijk aan het trekken zijn. Dus inkomsten in box 3, 35%. Inkomsten in box 2, vier, en dividend een keer, 38%. Inkomsten in box 1, um, 37%. De eerste schijven overal. Dus dan denk je van, dat, dat, is, dat is eerlijk. Dat is eerlijk, dat denken we dan. Hè? Of dat is waar ze naartoe willen, dat denken zij misschien wel. Vind ik het eerlijk? Ik vind het persoonlijk niet eerlijk. Waarom? Kijk, hoe krijg ik geld in box 3? Ja, dat komt door eerst uh, salaris te ontvangen of winst te krijgen... en dan uit de dividende in de BV. Dus daar moet ik dan al 36 of 38 procent over betalen. Dan heb ik het in box 3 gekregen. Vervolgens word ik daar weer over de inkomsten belast, zeg maar. Dus word je eigenlijk dubbel belast. Kijk, als dus je een erfenis krijgt, ja... Daar heb je niet hoeven, voor hoeven te werken. Die komt gelijk in box 3 terecht en betaal je dat tarief over. Ik zeg niet dat ik daarmee eens ben, want dan heb je wel heel veel erfbelasting. Wat ik ook uh, soms best absurd vind. Uh, maar ja, je ziet dus, je wordt eigenlijk gewoon straks dubbel gepakt, zeg maar. En ja, dat is best wel... Uh uh, ja, niet leuk. Laat ik daar maar even bij houden. Uh, dus over je verdiensten in box 1. Hè, dus over je salaris krijg je uitgekeerd. Moet je eerst 70% gaan aftikken. Dan hou je geld op je spaarrekeningetje. Nou, jij bent zo slim of zo goed dat je het niet gelijk uitgeeft. Maar dat je dus gaat sparen voor later. Of gaat beleggen voor later. Want je wil eerder kunnen stoppen. Weet ik het waarvoor je doet. En dan word je in box 3 weer gepakt. Want dan moet je, taal je daar 35% over je inkomsten daar weer. Dus je wordt dubbel belast. Hetzelfde met een BV. Dus ja, dat vind ik uh, persoonlijk uh, niet heel eerlijk. Uh, nou, ik heb nog even wat documenten bekeken over box 3 uh, en wat dingen erbij gepakt. Kijk, de eerste woning wordt niet in box 1 belast. Hè, dat is uh, soms een vergissing bij mensen. Uh, mensen denken soms dat de overwaarde uh, op hun eigen woning, dus de overwaarde die je op je eigen woning hebt, die 2, 3 ton, ik noem maar wat, dat die belast wordt in box 3. Dat is dus niet het geval. Dat is nu ook niet zo. Die zit in box 1. Betaal je eigen woning voor ver over. gaat nu te ver. Is ook helemaal niet spannend, want dat is maar echt maar uh, peanuts qua euro's. Helemaal niet veel. Um, en die valt dus niet in box 3. Ja, dat moet echt begrepen worden. Um, verliesverrekening in een BV mag met één jaar terug en de toekomstige jaren. In box 3 mag je straks alleen maar met toekomstige jaren uh, uh, het, ver, het verlies dat je geleden hebt verrekenen. Dus heb jij een verlies van 20.000 euro, je crypto is gedaald... dan hoef je uiteraard niks te betalen in dat jaar... met het nieuwe belastingstelsel, box 3, 2027. En mag je die 20.000 euro met de toekomstige belastingen... die je had moeten betalen, verrekenen. Dus dat is, uh, ja, dat is wel iets positiever, zeg maar. Maar in een BV bijvoorbeeld mag het ook nog met één jaar terug. En deze, dit vond ik wel een, bijzonder, een bijzondere. Uh, wat je hier ziet, roeren zaken en aandelen in een start up onderneming... die op 1 januari 2027 al in bezit zijn van een belastingplichtige... worden op die datum gewaardeerd... Waarde in economisch verkeer voor woning in box 3 geldt de WOZ-waarde, dus deze begrijp ik ook niet helemaal. Misschien dat jullie het begrijpen, laat het vooral even in de comments weten. Uh, zoals ik het nu lees, is het zo dat hè, ik pak, ik, die aandelen in start- en daar hebben niet heel veel mensen. Laat ik gewoon even een onroerend zaak pak het vastgoed uh, zelf heb ik ook wat panden. Um, onroerend zaak of vastgoed, en vastgoed is in mijn optiek, zoals het nu ook is, pand 2, 3, 4, 5, et cetera. Dat zit allemaal in box 3. Um, en hier staat dat het gaat gewaardeerd worden op 1 januari 2027. Dus dan gaan ze kijken, oké, okay, wat is het waard? En dan zeggen ze hier op de economische verkeerwaarde. Maar economisch verkeer, dat wil zeggen dus waar, wat de verkoopwaarde is. En dus het lijkt me stug dat ze tegen, tegen die tijd gezegd tegen al die beleggers, joh, eh, ga maar even al je woningen taxeren. Eh, ah, weet ik het, 500 tot 750 euro per stuk, of meer zelfs. Um, en lever dat maar aan, dan weten we wat de verkoopwaarde is. Maar laat lijkt het nuttiger, zeg maar, dat ze gaan kijken naar de WOZ-waarde. En dat staat ook hier. Voor woningen in box 3 geldt de WOZ-waarde. Onroerende zaken, woningen. Ja, voor woningen geldt dus de WOZ-waarde. al andere onroerende zaken bedoelen ze hier misschien dan. Ja, ik vind het een beetje een raar. Dus hier zeggen ze economisch verkeer. Hier zeggen ze WOZ-waarde. Mij lijkt dat ze gaan zeggen op 1 januari 2027... we pakken de WOZ-waarde van alle panden. Stel die is van een pandje A, 2 ton... En je verkoopt hem een jaar later op 1 januari 2028. En hij is van, 1 ton, sorry, van 2 ton naar 3 ton gaan effectief. Dan moet je dus over die ton moet je dus ook weer 35% gaan afdragen. Um, dus dat is wel een dingetje, zeg maar. Um, zelf heb ik recent ook nog twee panden gekocht met mijn kompion. bedrijfspand en een uh, normale uh, woning. Um, ja, de mensen vragen ook, ja, waar ga je dat kopen dan? In box 2 alvast? Of doe je dat in box 3? Zelf heb ik dat toch gedaan in box 3. Um, waarom? In box 3 heb ik zoveel schuld dat het eigenlijk allemaal onbelast is nog. En zolang deze wetgeving er is, deze overbruggingswet tot en met 2026... zijn alle huurinkomsten, alle waardingen, stijgingen onbelast voor mij. Uh, gaat die wet echt er komen? Ik denk persoonlijk dat het nog langer gaat duren dan 2027. Uh, dus dan heb ik nog meer profijt tot dat moment. Gaat die wet er toch komen op 1 januari 2027? Dan kan ik ervoor kiezen het van tevoren te gaan verkopen. Of gewoon zeggen, ja, ik laat het erbij en uh, dan accepteer ik die 35%. Uh, maar nu heb ik wel dus 2024, 2025 en 2026 20, nu alles onbelast. En als die wet nog uitgesteld geworden, wat mijn volgevoel zegt, uh, heb ik het nog langer onbelast. Uh, maar ik denk dat ik de volgende panden, als die er komen, uh, toch wel in de BV ga aankopen. En waarom, vertel ik straks wel even. Uh, even kijken, wat hebben jullie hier nog meer staan? Nou, het is niet zo boeiend, koersvrienden, banken goede, valuta worden tegenstander, toch belast. Oké. Okay. Koerswinsten of verliezen van banktegoeden in vreemde volume worden in tegenstelling tot het eerdere voorstel toch belast. Nou, die gaan ze ook belasten. Oké, okay, duidelijk. Nou, hier heb ik nog een paar screenshots gepakt. De nieuwe Tweede Kamer en toekomstig kabinet... besluiten uiteindelijk over de definitieve vorm van het boxresale... vanaf 1 januari 2027. Om deze datum te halen, moet het wetvoorstel in de zomer... deze zomer dus, 2024, het wordt opgenomen in mei 2024... aan de Tweede Kamer worden aangeboden. Dus ik ben benieuwd. Kijk, wat nog wel een dingetje is, dat hoor ik ook wel eens. Ik pak Even wat water. Hm. Augustus dit jaar gaat, uh, augustus dus, uh, aanstaande zomer, gaat de Hoge Raad gaat, uh, kijken. Van joh, hè, uh, is het huidige systeem, klopt dat, het huidige box 3? En dan gaan ze natuurlijk wel, ja, ik denk, afschieten. En dan heeft de overheid het probleem, want er komen er heel, veel, heel weinig vermogensbelasting binnen. Uh, en als dat niet binnenkomt, ja, dan lopen ze heel veel geld mis. En dan kan het zomaar zijn dat ze zeggen, weet je wat, we gaan uh, gewoon een paar uh, miljard bij wijze van of miljoen tegenaan knallen. Om toch dat box 3 eerder in te laten gaan. Vanaf 2026 bijvoorbeeld. Ja, ik heb wat bronnen gelezen daarover. Uh, of dat, ja, het is best wel lastig nu. Mij, nogmaals, mijn gevoel zegt dat het later gaat worden. Omdat het IT-technisch gewoon een uitdaging is voor ze. Uh, maar dat zou ook nog kunnen, dat het eerder ingaat. Best wel lastig. Ik ben benieuwd ook uh, hoe, ja, hoe jullie er naar kijken. Laat vooral even hieronder weten. Uh, ja dat dus. Dus deze zomer moet het wel aangeboden worden, anders gaan ze het überhaupt niet halen. Nou, ik zie wel weer gebeuren dat, uh, dat ze het niet halen deze zomer en dat het al je hartje uitgesteld wordt. Dat was natuurlijk ook met die pensioenwet, weet je wel? Dat was dat ook elke keer. Nou uit de voorlopige inkomstenuitvoeringsverordening komt naar voren dat het nieuwe stelsel naar verwachting te complex zal zijn uh, voor ongeveer 1,6 miljoen belastingplichtigen die bezittingen hebben waarvan geen gegevens vooraf ingevuld kunnen worden door de belasting is. Het wordt dus natuurlijk al steeds complexer, hè? Want je moet natuurlijk alles bij gaan houden. Hè. Stel, je hebt vastgoed. Wat zijn huurinkomsten? Wat betaal ik mijn verhuurmakelaar? Heb ik schilderwerk gedaan? Mag ik aftrekken van die inkomsten? Uh, weet ik het allemaal. Alles mag je ervan afhalen. En dan moet je daarvan 35% gaan aftikken. Maar je moet er alles bij gaan houden. En alles gaan indienen, denk ik, of zo. Dus dat is echt nogal een, uh, nog wel een dingetje, zeg maar. Ik ben echt benieuwd hoe ze dat gaan doen. Echt, dat is eigenlijk een beetje, je gaat eigenlijk zo naar zo'n BV-systeem toe. Hè. In de BV heb je ook gewoon huurinkomsten. En dan worden dan alle kosten, mag je ervan halen en dan hou je wat over. En ja, daar moet je dan over afdragen de winst. Nou, invoering 2027 20, 20 of later. Oh, trouwens, vergeet ik het niet. Kijk, verder verwacht de belasting dat ze zo'n 650-800 uh, meer FTE's nodig hebben. Fulltime uh, full mensen. Nou, dat gaat natuurlijk ook weer flink geld kosten. Maar ja, de Belastingdienst... Uh, omdat het zo complex wordt, wordt het voor hun ook niet makkelijk. Hebben ze gewoon meer mensen nodig. Uh, dat is ook duidelijk. En die moeten dan maar weer ergens gaan vinden in deze krappe markt. Maar dat is voor hun. Invoering 2027 of later. Het wetsvoorstel vraagt meer van de IV-systemen van de Belastingdienst dan in 2022 werd ingeschat. De verwachting is daarom dat het wetsvoorstel in de huidige vorm niet volledig in 2027 geïmplementeerd kan worden. Er wordt nog onderzocht wat de gevolgen zijn van een gefaseerde inwerkingtreding. Zie je, hier zeggen ze al mogelijk dat het toch weer later gaat worden. Dus ja, dat afwachten maar. hè. Uh, verliesverrekening. Het werkelijke rendement kan negatief zijn. Daarom wordt voorzien in de mogelijkheid om in box 3 een verliesverrekening met positieve box 3 rendement van toekomstige jaren te doen. Dit kan onbeperkt in de tijd. Uh, Achterwaartse verrekening kan niet. Uh, hè, het verrekenen met verlies van winst uit je jaar eerder is niet mogelijk. Box 3-verlies kan geen invloed hebben op oud, huidig of toekomstige box 1 of 2 inkomen. Hè, dus dividend of salaris. Uh, nou, dat zei ik net ook al even. Hier staat hij nog wat uitgebreider uitgelegd. Dus alleen in de toekomst kan je het verrekenen. Nou, Dit is even de laatste slide. En hier heb ik gewoon even kort opgezond wat kansen. Uh, wat heb ik hier neergezet? Nou, kansen zijn pensioenbeleggen, Daar heb ik het vaker over. Hè. Dat is iets wat je kan storten naar een pensioenbeleggingsrekening. Uh, datgene wat je stort, mag je aftrekken van jouw salaris, waardoor je daar minder belasting betaalt. Bij uitkeren ga je vaak een stukje minder betalen als je het slim doet. Want dan heb je het, het, het pensioentarief. En die is geen 37% over de eerste 75.000. Maar 19% over de eerste 37.000. Zeker als ondernemer zijnde, als je geen pensioen opbouwt. Ja, dan zit je al vrij snel nog in die 19% schaal. En dan heb je gewoon je winst te pakken. Ja, er zijn ook uh, pensioen, uh, sorry, pensioenondernemers nu, ook klanten van mij. Ja, die gewoon in, veruit in de hoogste belastingsschaal zitten met hun salaris. of hun winsten. Dus bijvoorbeeld op de ton zitten. Dan betalen ze gewoon 49,5% over in box 1. Over die laatste 25.000. Van 75 tot 100.000 euro betaal je 49,5% in Nederland. Als je dan gaat pensioen beleggen, je stort 10.000 euro, dan mag je die van die 100.000 euro aftrekken. Hou je 90.000 euro over. En daar ga je dan belasting over betalen. Maar niet meer over die 100.000 euro. Dus wat je nu krijgt, is een groot voordeel in box 1 niet mee. Met pensioen beleggen. Je laat het uitkeren later. En dan wordt het belast tegen. Uh, uh, tegen die 19%. Uh, dan vervolgens, uh, ook zie je dat mijn camera er weer... Uh, had ik de vorige keer ook al, dan stopt ineens mijn camera ermee. mee. Nou, ik maak gewoon een video af. De Informatie is toch al uh, gaande. Uh, blijkbaar kan hij niet echt de hitte, denk ik, of zo weer. Dan wordt hij te warm. Nou, ik maak nogmaals mijn video af. Uh, pensioenbeleggen, dat zien jullie mij maar trouwens niet. Dat maakt ook niet zoveel uit. Pensioenbeleggen uh, is dus aftrekbaar in box 1 en nu komt het. Het is volledig vrijgesteld in box 3. Dus als jij een ton aan pensioenbeleggingsgeld hebt en je krijgt 100.000 euro rendement, uh, sorry, 10.000 euro rendement over, dan zou je dus nog een liter over die aandelen in box 3 35% af moeten dragen. 3500 euro, even makkelijk gezegd. In box 3 hoeft dat dus. Uh, sorry, met pensioenbelegging hoeft dat niet, want het is vrijgesteld van box 3. Oké, okay, dat is één. Leningen bij de BV op je vastgoed. Ja, wat je dus wil. Kijk, je wil zoveel mogelijk schulden straks hebben in box 3. Eigen, wat je in het huidige systeem ook moet hebben. Moet je straks een nieuw systeem ook hebben. Waardoor je veel kosten daar hebt. Want die box 3 schulden zijn aftrekbaar. Nou, leningen bij je BV. Ja, je kan bijvoorbeeld de rente iets omhoog doen. Hè. Je moet vaak marktconfort aanhouden. Zakelijke voorwaarden. Als je een lening neemt vanuit je BV. En stel je gebruikt dat voor vastgoed. Eh, nou, vandaag is het zeg maar 6%. Dan kan je zeggen: Weet je wat, ik pak bijvoorbeeld. 6% of ik pak zelfs 7%. Je mag ook iets afwijken naar boven en beneden. Ja, een vuistregel, wat ik wel eens heb gehoord, is dat je 25% erboven of eronder mag zitten. En als je erboven gaat zitten, betaal je dus meer rente aan je eigen BV. En daar wordt het weer belast tegen 19%. Tenzij er in de BV dan weer kosten tegenover zet. Welke kosten dan ook? Auto van de zaak, je salaris, weet ik het allemaal. Uh, Salarisvrouw, vrouw, ik noem maar wat, die, die meewerkt. Dat kan allemaal hè? Um, en dan heb je dus meer kosten in box 3 zitten, want je moet hogere rente gaan betalen. Dat kan niet zijn. Um, nou, wat ook kan, is dat je gewoon uh, in een BV uh, het op gaat bouwen. Uh, hè, dat zijn eigenlijk punt, uh, punt 3 en punt 4. Dat is een beetje hetzelfde zie ik nu. Opbouwen in een BV. Uh, dus stel, je gaat niet meer het storten in, een, uh, in, in box 3, maar je richt een BV op. Je stort daar 100.000 euro in en daar gaat het renderen. Nou, daar betaal je dus 19% over de eerste 2 ton aan winst. Um, stel je doet dan volgens ook een salaris uitkeren. Nou, salaris is kosten in de BV. Dus stel je hebt een ton, er komt 10.000 euro inkomsten bij. Uh, het rendement van je aandelen. Sowieso hoef je in de BV het niet gelijk elk jaar af te tikken. Dat moet wel in box 3. Dan moet je het elk jaar aftikken. Dus elk jaar moet je dan je aandelen verkopen en box 3 gaan betalen. In de BV hoeft dat pas bij verkoop. Uh, dus dat is wel een groot voordeel. Daar kom ik zo meteen ook nog op. Uh, maar stel je krijgt bijvoorbeeld dividend. Dat krijg je natuurlijk wel uitgekeerd. Dat is winst voor de BV. Nou, als je daar een salaris tegenover zet, gelijk aan die winst. Dan heb je dus geen winst meer in de BV. En het salaris komt dan binnen in box 1. En afhankelijk van wat jouw salaris daar al is, als dat heel weinig is... of als je geen salaris meer hebt omdat je aan het rentenieren bent bijvoorbeeld... Ja, dan kan dat zomaar onbelast zijn. Want als je salaris die binnenkomt vanuit de BV in box 1... minder dan 30.000 euro's of rond de 30.000 euro... dan is dat door de heffingskorting, arbeidskorting, algemene heffingskorting... is dat gewoon, uh, sommigen nog ook de incombinatie, afhankelijke uh, korting... dat is als je een kind hebt of kinderen van 12 of jonger, dan krijgt de verdienen deze korting ook nog eens, dan zie je dus dat 30.000 euro eigenlijk onbelast is. Dus stel, ik heb 30.000 euro rendement in mijn BV aan dividenden bijvoorbeeld, of huurinkomsten, of weet ik het wat, en ik zou daar een salaris van 30.000 euro tegenover zetten, dan zie je dat die daar weg wordt gestreept in de BV, 0% belasting betalen, komt die in box 1 terecht, stel dat is ook mijn enige box 1 inkomen, die 30.000 betaal ik ook weer geen, uh, geen salaris. Ja, dan weet je natuurlijk veel beter uit. Uh, je kan ook nog kiezen voor dividenduitkering. hoeft niet per se. Als je dividend gaat uitkeren, uh, ja, dan moet je natuurlijk alweer die 24,5% gaan betalen. Uh, dus eerst die 19%, vervolgens 24,5%. Gecombineerd is dat 38%. Uh, ja, dan zit je eigenlijk weer iets hoger dan uh, het nieuwe boxeriesysteem. Nou, ook eentje, die roep ik eigenlijk altijd, is een aflossvrije lening nemen op je eigen woning. Als je dat doet na 2013, dan mag je ook die rente die je daarover betaalt, aftrek in box 3. Of de, de schuld mag je aftrekken in box 3. Of in de toekomst de rente die je mag aftrekken in box 3. Waardoor je weer meer kosten hebt, zeg maar. En dat kan ook enorm gaan schelen. En vaak wel meer uh, dan dat je hem aftrekbaar houdt, deze lening als annuïteit of lineaire vorm. Op je inkomen in box 1. Nou, dan een heel klein rekensommetje nog even. Uh, je ziet hier bijvoorbeeld, stel we hebben 100.000 euro in de BV. En uh, we hebben 100.000 euro in box 3. Kijk in box 3. Stel we hebben 8% rendement. Dat is 8.000 euro. En dan moet je daar gelijk 35% van afdragen elk jaar. Dus eigenlijk van die 8% rendement, als je daar 35% van afhaalt, kom je 5,2% uit, uit, wat je aan rendement hebt. In de BV heb je 8% rendement, maar daar is de winstbelasting 19% tot de eerste 2 ton, daar hou je 6,48% over. Alleen, dit is pas bij verkoop. Dus bij verkoop dus kan wel meer gaan compounden, zeker met vastgoed en zo, met lagere WOZ-waardes, hogere marktwaardes, etc., bij verkoop hoef je dat pas te doen. Dus stel je, houdt je aandelen aan 10 jaar lang. Dan heb je 10 jaar lang 8% redement. Keer je het dan uit, dan betaal je die 19% erover. Natuurlijk, procentueel gezien is dat allemaal hetzelfde, begrijp ik ook. Uh, maar toch, het is wel een groot verschil, zeg maar. Hè? Het sowieso in de BV heb je dus meer. meer, meer, meer hou je meer rendement over 1,28% meer. Als je die min die doet, hou je 1,28% meer over in de BV. Uh, en als je dan in de BV kosten kan zetten, bijvoorbeeld een uh, zakelijke auto of weet ik veel wat voor kosten, uh, ja, je salaris bijvoorbeeld, ja, dan kan je dus daar je winst weer gaan drukken, het naar box 1 kunnen verhuizen en dan zie je dus dat je weer lager in belasting kan zitten. Dus conclusie, het kan best interessant zijn om straks gewoon een BV op te gaan richten. Hè, ik zou even wachten tot alles er doorheen is, niet nu al mee beginnen. Uh, maar het kan wel interessant zijn, zeker. Akka afhankelijk, laat ik voorop vooropstellen. Uh, maar het kan zijn om een BV op te, slim om een BV op te gaan richten, om daarvan uit te gaan beleggen. Wel heb je uiteraard ook kosten, jaarrekening, et cetera, die je vaak in box 3 niet hebt. Uh, dus dat is iets om over na te denken. Uh, nou, Nogmaals, mijn camera is uitgevallen. Excuus daarvoor. Uh, ik moet er even achteraan. Uh, ik hoop dat dit nuttig was, en ik zou zeggen, heel veel succes hiermee.